Hallo allemaal, Omslikkum hier en ik ben aan het knallen in de Buddy Johnny. Jazeker. Het papieren mache schip. Oh, draai precies verkeerd. Ik draai de verkeerde kant op. Wat dom. Hoppakee, ik heb hem wel in de fik gezet. Zelf wat schade moeten pakken. Maar dat is er maar één. Dus dat kan ik wel hebben. Alleen niet de goede. Daar is ook nog een Murmansk. De Buddy Johnny. Hoppakee, wel één hitje maar. Hoppa. En wat je vooral niet moet doen met dit schip is met je blije bakkers vooraan liggen. Want daar kan hij niet zo goed tegen. Dus dat moet je heel snel zien te voorkomen. Vuur is uit. En het is echt een fantastisch schip. Je hebt een range niet door Tokio. Daar word je echt... De tegenstander wordt daar ziek van. Oh, dat is niet goed hoor. 8 seconden heel laat tijd. Maar echt 14 tot 130 mm armor of zo. Dus dat is gewoon echt niet om over naar huis te schrijven. Murmansk loopt vrij hard. Ik wacht even tot ze bijgedraaid zijn. Hoppakee. Maar je kan wel behoorlijk veel damage doen in dit ding. Nou ja, je moet een beetje achteraan blijven, kan ik je vertellen. Oeh, er nog alsnog achterlangs. Of voorlangs. Hoppakee. Eens even kijken wat dit doet. Dus als je dat weet... Jeetje, Mina. Nog verder naar voren. Hoppakee. Dat is te ver. Nou, dat was dus... Precies goed. Nou, die Mansk is er met een beetje geluk wel aan. Eens even kijken of ik dat mag doen. Yes, zeker. Hoppakee. Oh, incoming torps. Bommetjes. Omaatje. Hoppakee. Oh, en dan ga ik bijna op het eiland knallen. Gaan die nog wat uithalen? Nou, dat zou best wel eens kunnen. Weer een heleboel damage erbij. En ik ga... Hé, welke is nou stuk? Dat is echt heel ver voor hem langs. Jeetje, Mine. Een van onze battleships is alweer de pijp uit. Moet alleen oppassen voor zijn torpedo's. Daar komen ze al. Zou toch een theorie omheen moeten kunnen. En dat kan ook. Hoppakee. Iets stuk. Ik kan even niet zien wat. Hij doet zijn best. Ah, het ziek idee. Dat is nummer 2. Ik leef ook nog. Gelukkig wel. Nou, dan gaan we eens even kijken of we B te pakken kunnen nemen. En zo zie je die 8 seconden heel laat tijd. Is die super snel? Degene onder, was dat de Sletlana? Weet ik even niet. Die was een stuk sneller met herladen. Maar deze doet wel behoorlijk veel damage. Nee, de Kirov zat hieronder natuurlijk. Slikje. Wel op blijven letten. Hij is niet op mij het mikken. De ARP Hurana. Daar ligt nog een Mitsuki achter. Ah, het ziek idee. Weer een Citadel hit. Op z'n kee. Daar had ik al
op moeten anticiperen. Kom op, daar kan ik omheen. Jeetje mine, zo weinig maar. Dan gaan wij weer over op die AIP Haruna. Mis, hè? Jeetje mine, niet zo'n klein beetje ook, zeg. Even wat torpedetjes erin bansen. Even een beetje bang maken. Waar is hij? Hij moet daar dus ergens zitten. Hij kan mij wel zien, maar ik hem niet. Dat is altijd zo onaardig. Blijf draaien. Oh, kom op. Hé, hey, jammer. Nou goed. Prima potje. In de buddy Johnny. Ik had even misschien meer afstand moeten doen. En ik zag dus op het laatste moment dat ik dus geen AAP geladen had. Maar hey. Maar goed. Ik blijf het echt een leuk schip in. Het is snel. Het is wendbaar. Het enige grootste probleem is dus inderdaad zijn armor. Dat is gewoon echt niet om over naar huis te schrijven. Maar goed. Ik heb mijn best gedaan. 60 hits. 1 keer vuur. 4 keer citadels, 2 keer iets gezonken, 2 keer bij CD6 en 8 iets met mijn secondaries gedaan. Totaal 41.494 damage. En dat is gewoon een prima potje. Ik had natuurlijk wat langer moeten leven. Ik had eigenlijk veel weer weg moeten blijven van de ARP Haruno. Dat is allemaal voor die dingen. Maar in ieder geval dat je denkt van, joh, hij ligt broadside, ik kan hem makkelijk hebben. En dan heb je dus niet AP geladen, maar HE. Dat schiet dan niet op. Goed. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. Kijken we nog eventjes hoe mooi mijn bootje zingt. En mocht je vragen hebben, kan je ze stellen natuurlijk via het internet. Via YouTube, via de comment sectie. Vind je mijn filmpjes nou leuk? Druk even op die duim omhoog knop. En wat ik helemaal tof zou vinden is als je even lid wordt van mijn YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hoi hoi!